De plaatjes, hier gaan wij mee beginnen. Wat hebben wij nodig? Naast de een van de twee platen, want we doen ze per deel. Het is gewoon kijken, denk ik. Is de extra forte. En ik maak hem vast open en ik zal hem vast voor mij doen wat makkelijker laten gaan. Ja, hoop ik dan maar. Dopje doe ik weer in het glas. Oké, okay, die ligt goed. Daar pak ik bij twee lange stroken en twee korte stroken. De korte stroken leggen we nog even aan de kant. Die hebben we nog niet nodig. Dit heb ik ook niet nodig. En dit. Doei, mopje. Ga je onder bed? Nee. Oh, ik denk al. Jij bent vroeg. Thank you. Dan pak ik. Doei. Twee lange krachtstroken. En die ligt wel op de grond. Kijk, oh, ze zijn bij mij nog langer zelfs. Maar dat maakt niet uit, want de restjes die bewaren wij. Hè? Mijn pincet. Dat is voor mijn nagels wel heel handig, want ze makkelijk pakken. Nou, die haal ik eraf. En dan zal ik mijn prullenbak even aan de andere kant zetten. Dan gooi ik het tenminste in de prullenbak en niet op de grond. Scheelt weer werk morgen. Wat ga ik doen? Ik ga hem nu eerst rondom in de kracht zetten. Oh, wel recht plakken. Dat wat ik nou deed, ik trok hem nu los. Met grijs bord kan je hem niet los trekken. Dan trek je dus je grijs bord een beetje naar zijn grootje. Met dit kan het prima. En deze reststukjes, die gaan wij gewoon bewaren. Ik plak hem aan de rand van de tafel. Deze kant komt ook een lange strip. En ik zal tussendoor proberen niet te veel te kletsen. Dit is toch een vrij makkelijk bouwwerk tot nu toe. Van de week maken we het spectaculairder. Deze kant kunnen als het goed is wel twee kortere. Oké, nou, dan gebruik ik er een restje bij. Buitenkant, nee, binnenkant wil ik wel een restje gebruiken, buitenkant niet. Waarom niet? De buitenkant ga je namelijk zien. Hij wordt wel bekleed, uiteraard. Maar ja, het is niet zo dat je elk randje gaat zitten bekleden. Die gaat omhoog en dan deze. Zo. Met dit doe ik net als met de vorige. Papier haal ik eraf en die doe ik terug in de kist. Als het goed is, Patricia zou eigenlijk wel komen, maar die heeft een feestje vandaag. Haar dochter is gisteren 21 geworden. En dat gingen ze vandaag vieren. Tenminste, dat had dochter lief besloten. Dus ja, of het lukt tussen het feestgeruis door, dat wist ze niet. Ze hoopte het wel. Ik zei, als ik nou anders, dan zet je hem op de speaker. Of op de grote televisie. En dan ga ik gewoon heel hard voor ze zingen. En dan, nou, daar hebben we het. Dat zit ik dus net te vertellen, Patricia. Dus tot je hem al op de grote televisie ging zetten. En tot ik dan ging zingen voor je dochter. En tot je dan heel gauw een lege kamer had. Ja. Ik dacht dat je boven was. Gaat hij zitten lachen? Ei. Oké, van die strips. Van de lange latten, zeg maar, zetten we één strip. En dat doen we beide kanten. En je ziet het, ik wrijf hem na. En die kreukeltjes, die je hier dus heel duidelijk kan zien aan de buitenkant, die maak ik nu plat. En die laat ik er ook gewoon in zitten. Ik vind dat ook niet erg. Want dan krijgt hij net weer een beetje dat oude, het rustieke eraan.
idee. Goed. De beide vouwen we ze erbuiten. En dit wordt onze binnenkant. Dus wat gaan wij doen? Hij komt er even kijken of ik goed in beeld kom. Ik denk het wel. Op het randje. We zetten hem niet aan de buitenkant van het kraft, maar we zetten hem op het randje. Dan zetten we hem vast en dan klappen we hem om. Dat is de eerste instantie wat we nu gaan doen. Wat ik zelf fijn vind is altijd een stuk van de tape loshalen. Deze donderdag en ja? Volgende week dinsdag moet ze even iets mee. Deze donderdag en volgende week dinsdag. Oké, is goed schat. Morgen. Dus dan moet je even je band oppompen, ja? Morgen. Morgen. Heb je band opgepompt? Nee, morgen, man. Morgen. Oh, ik heb het al gedaan. Oh, dus morgen kan je ook op de fiets weer naar school. Oké, dus zetten we hem neer. Doe hem op. Sorry, even om een kleine onderbreking. Vandaag mijn eerste, vast niet laatste bestelling ontvangen. Vast niet laatste. Nee, dat is meestal, wordt het een aardige verslaving, hè? Oké, we drukken hem vast. Niet te hard. Als je nagels hebt, zeker niet, dan scheur je hem kapot. Ik hou hem nog steeds op zijn plek, maar ik kantel hem. En als ik hem dan aandruk, krijg je hier ook. Ik kijk ondertussen even mee, dus het gaat even in slow motion. Ja, een klein randje. Ik ga hem even ophouden. Kijk, dat randje. En hier gaan wij een streepje lijm op zetten. Voordat ik dat doe, haal ik deze strip vast los. Zo, helemaal. Niet scheuren graag. En dan scheurt hij nog een keer. Dat hij scheurt, dat komt omdat mijn strip deels onder het kraftpapier zat. Dus ik heb hem eigenlijk iets te ver door laten lopen. Kan je voorkomen om goed te plakken of anders even los te halen zo. Dus als je hem rechtop zet of op tafel houdt, dan zit hij strak. Andere kant ligt de prullenbak. En anders dan til je hem op, dan kan je papier bewegen. Dus dan krijg je de strip makkelijker weg. Oké. En Nicky, laat je ook even zien wat je besteld hebt. Want daar zijn wij altijd, en wij ben eigenlijk gewoon ik, hè. Altijd heel benieuwd naar. Ik heb nog niet op de groep gekeken, dus ik weet nog niet of je dat na vanmiddag nog gedaan hebt. Maar ik vind het altijd erg leuk om te zien wat mensen bestellen. En dan ook misschien vooral omdat je dan een beetje kunt kijken van wat hebben de mensen en waar liggen hun interesses voor luis. Snap je? Oké. Zet hem rechtop. Nou, nou kan je zeggen, ik ga het met een geodriehoek exact 90 graden doen. Nou, daar begin ik niet aan. Ik draai gewoon het hele stukje om. Zodat hij dus zo komt te zitten. Hopla. Nu ga ik, kijk, nu is het nog steeds wiebelwobbel, dus ik blijf voor de rest vanaf. Deze ga ik exact hetzelfde doen. Hij is al omgevouwen. Die strip haal ik eraf. Hier kan je al zien, kijk, dat hij niet helemaal recht geplakt zit. Dat had ik dus met die andere ook. Maakt niet uit. Ik zet hem er gewoon op. En ik, oh, nou, ik hoorde al een krak, dus mijn nagel gaat nu door het papier heen. Dat is niet helemaal, oh, nog een keer de bedoeling. Zo. Ondertussen kan ik hem aandrukken. Ja, moet ik niet hebben. Ik zal het laten weten vandaag. De rolboek en de box van Stamperia klaar. Begonnen met een vogelhuis. Oh, dat is ook leuk. Daar heb ik ook nog wat leuks. Wou ik van het voorjaar doen. Ik heb ooit een workshopje gemaakt voor een andere winkel. Althans, het was de bedoeling dat het een workshop werd en dat is het nooit geworden. Maar het is zo'n leuk project. Dus die wil ik eigenlijk ook nog doen. Maar dan moet ik even papier voor zoeken. Of papier voor zoeken. Eigenlijk tijd voor zoeken. Dat is meer een dingetje. Oké, ik druk hem weer rechtop. En dan ga ik hem weer kantelen. En dan zie je dus hier ook. Dat ik hier dus met mijn nagel doorgegaan ben. Dus kijk uit. Niet te hard.
Die wrijven we goed aan. Dan krijgen we twee kleintjes. De kleintjes zullen nu nog te groot zijn. Die kunnen er niet tussen. Als je ze er nu tussen doet, dan gaan ze echt uitwijken. Dus we gaan dat eigenlijk net als met het vorige project, hè, de basis, de box die we gemaakt hebben, de kist, gaan we hem afmeten. Dus we zetten de hoek aan de binnenkant van het latje en we tekenen hem hier af. Ik zet hier even een eentje. Dan weet ik, deze kant moet hierop. En dan draai ik hem om en dan doe ik hetzelfde met de andere kant. Zet u in het hoekje. En die geef ik een tweetje. Of een rondje, of een kruisje. Het is maar net waar jullie zelf leuk vinden. Nee, Patrice, ik zit er de hele tijd aan te denken. En ik denk, ik wacht dat jij er bent. En wat denk je? Toen vergat ik het. Wat vinden wij van de nieuwe lijn? Eerlijk gezegd, ze zijn niet eens zo scherp, maar ze zijn gewoon knijterhard. Even kijken, ik vind mijn geodriehoek. Acetion, ik heb het al eens eerder gezegd, mijn streepje, dit streepje, die hoort dus in het midden van de punten staan. Dat doet hij dus niet. Dus ik hou nu dit streepje aan. En de punt van de geo en niet het zwarte streepje wat in de punt hoort te zitten. Wat ik doe is de middenlijn, die leg ik tegen de onderkant van de snijlijn aan. En deze kant leg ik gelijk met dit streepje. Dus hier het puntje op de lijn en niet het streepje. En heb je nou een gewone normale geo driehoek van de boekhandel, van een tekenwinkel, van een... weet ik veel wat. Die zijn goed. Acetion zijn dus niet goed. En dan zie je me weer. Even goedkoop. Oh, volgens mij krijg ik een hint op mijn koffie op moet drinken. Loop met de beker op tafel te slaan. Dus wat vinden wij van de nieuwe lijn van Anthony's? Ja, ik heb Patricia alweer het een en ander verteld voor het volgende project. Ik vind hem helemaal rete gaaf. Ik vind hem zo gaaf. En net als die nieuwe gelletjes die ze erbij hebben, die vind ik super stoer. Die moeten we gewoon hebben. Hè? Dat is niet de antique paste hiervan, maar de baby's ervan in de verschillende kleuren. Ik vind het stof. Ik vind het een ontzettende uitdaging. Rianne, serieus, heb je het nog niet gezien? Oh, schaam je diep. Echt, schaam je diep. Als ik je een tipje mag geven en je gaat kijken via de Stamperia-site, dan zie je dan er helemaal omheen gekletst, want ze zijn er met die event bezig. Scroll door naar het filmpje. En ga dan kijken en neem een kwelbakje mee, want het water loopt weer in je giegel uit. En bij jou ook met je steampunk. Het is weer echt gewoon steampunk, hè? Het is echt zo leuk. Ja, mooie lijn. Dat papier en dat rijstpeper, dat is ook echt helemaal geweldig. Ik heb alleen de collectibles. Die kon je niet zo heel goed zien. Dus we moeten eens even kijken of we binnenkort op Google. Of daarover beetje bekend, beetje betere plaatjes er zo voor zijn. Ja, het is echt... Maar ja, niemand, werkelijk niemand, had dat thema geraden. Dus ja, ja. Dus wat heeft Patricia gedaan? Patricia, die heeft dus allemaal namen die van alle inzenders op papiertje gezet. En daar wordt dus een winnaar uitgekozen. En die winnaar komt strakjes op de groep. Het lukt niet om het hier in de live te doen. Ik ga proberen hoor. Dat moet ik even met Patrice een keer doen. Proberen om het via de groep
na de live of tijdens de live iemand binnen te kunnen halen. Dat is wel gezellig misschien een keertje. Vooral met dit soort dingen. Oh, even hoor, anders zit ik in een koude koffie. Maar zo leuk. En echt allemaal fout graaien. Ik ook. Ik had stiekem een hoop Enschede. Moet daar naar mee. Ik had stiekem hoop op Egypte. Maar ik vind dit absoluut niet tegenvallen. Oké. Ik pak er 2 kleintjes, pak ik nu. En waarom? De stripjes die we hierop gaan zitten, is de binnenkant. Die hierop gaan zitten. Hierop gaan zetten. En dan blijft nog een klein stukje over. En daar hebben we nog hele mooie kleine stukjes voor. Die we er net afgeknipt hebben. En dat geldt ook voor deze. Ja, toppie. En doe dat aan de kant van het getalletje. En waarom? Dat is namelijk ook de kant die aangesloten wordt op de ondergrond. Mocht je nou scheef gesneden hebben, en dit is iets wijder, de bodem die kun je wel ietsje wijder maken, maar de onderplaat zit vast, dus die krijg je nooit meer groter. Nou, god, het is die warm zeg. Ik haal nu de... Ik moet even wennen dat mijn camera stand nu anders is hoor. Nou, dan werk ik nog meer op het randje. Ik haal die er vast af. Vouw hem ook weer naar buiten toe. Misschien kan je dat beter eerder noemen, omdat je klein stukjes plak ik zo elkaar. Goed opletten dat je de nummer 1 bij de nummer 1 hebt. Nou, nummer 1 komt in dit geval aan de buitenkant. Je zet ze iets wijder, niet open trekken, want dan zegt hij kiep. En dan zet je hem op het randje. Dus net als wat je met de lange kant hebt gedaan, doe je nu ook met de kleine kant. Ah, lekker die tape. Ja. En dan druk je hem vast. En als je hem naar beneden drukt, zie je altijd deze meteen aan willen sluiten. Goed. Ja, maakt mij niet uit, Patrice. Maar doe ik dat wel later. Weet ik. Ze komt met de naam. Komt zo omhoog. Grappig. Maar dat wist ik, Patrice. Volgens mij had je mij dat filmpje al laten zien, toch? Oké. We zetten er weer lijm tussen en we zetten hem rechtop. Stripje eraf. Kan ook al eerder gebeurd zijn. En nou moet je dus rekening houden. Kijk, je ziet dus... Dat je hem beweegt, gaat de bovenkant klep naar binnen. Als je hem nou op zijn kant zet, zie je dat hij hier gaat zweven. Ik weet niet of het voor jullie te zien is. Ja, denk het wel. Komt tot deze wel haaks op mijn glasplaat staan. Als ik deze nu aandruk, dan zie je dus dat hij naar beneden gaat. Nou, top. Doe het nog niet helemaal, want ik vergeet, niet vergeten, even de... zijrandjes insmeren. Vindt hij altijd wel een beetje prettig hoor. Een beetje lijm aan de zijkant. Hoeft niet echt helemaal van onder naar boven. Nou, doe ik het nog een keertje. Ik zet hem dus rechtop. Plaatje op de grond drukken. En de zijkanten duw je er tegenaan. Daar kan hij geen kant meer op. Als je hem dan weer recht zet, dan kan je de strip tegenaan duwen. En dan staat hij een stuk steviger. Maar nog, het lijm is natuurlijk nog niet helemaal droog. Even zekerheid, even goed zetten. Ga
gaan we hier even strips maken. Want alles moet stevig vast. Zetten de ene helft aan die kant. En dan vouwen we hem om. Even de folie eraf. En dan de andere helft. Kijk. Nou is hij een stuk steviger af. En datzelfde doen we ook aan deze kant. De binnenkant doen we zo. Plakken we eerst deze er even in. Dit kan nu drogen. Nou, ik las iets. Ik las helemaal niks. Ik hoorde dat ze morgen en overmorgen nog wat bekend gingen maken. Klopt dat? Want wat komt er nou nog meer uit dan? Want dat hebben ze weer niet gezegd. En volgens mij vinden de dames die nu kijken die lijnen helemaal niet mooi, want je krijgt ook geen reactie. Het zijn wel typisch Anthony's lijnen, vind ik het wel weer. Oh, oké. Okay. Er zijn helemaal geen meerdere stemmen te horen, Carla. Ten eerste in ieder geval dankjewel voor de reactie, want mijn man die zit hier alleen in de kamer. En die heb een koptelefoon op, die is aan het gamen. En mijn kinderen zijn boven. Dus ik denk dat er bij jou nog wat speelt. Oh ja, Maya, dat kan natuurlijk ook. Hè? Huh? Wat? Wat is er? Ik? Nee? Kijk, nu was er dus nog wel een stem. Even kijken, want er kwam namelijk wat omhoog poppen. Deze gaan we aan de onderkant dicht zetten. Dat was trouwens even wat ik net deed, een reactie op een mailtje of op een appje die omhoog kwam. Horen jullie ook meerdere stemmen? Die pasta bedoel je, Monique, die tubetjes? Dat is een soort vintage platina gel. En ik vond het echt wel super spangspul. Nee, oké. Okay. Nee, dan denk ik dat er bij jou nog een filmpje open staat, dame. Ja, dat had ik toevallig ook van de week. Dan zit je iets te kijken en er staat bijvoorbeeld YouTube of zo op, weet je wel? Of je zit YouTube te kijken en Facebook begint ineens te spelen. Ja, daar ben ik mee eens, Monique. Die pasta's die lijken mij ook wel heel vet.
Oké, wat ik nu ga doen, ik ga de binnenkant zo meteen nog doen. Maar ik ga de buitenkant alvast even met een boomfolder langs alle randjes. Want dan kunnen we dat niet meer vergeten. Even de tape goed strak aanwrijven. Zo. Even omdraaien. Nou heb je al een deel van de koffer. En dat is echt wel stevig. Je zou erop kunnen staan. Ga niet hierop staan. Zorg dat je voeten wel over het hele deel heen komen. Dus misschien is een niet al te zware man het meest makkelijke. Het staat als een huis. Geloof me, dat kan gewoon. De binnenkant is een ander dingetje. We pakken weer een stukje strip. En die vouwen wij contra. Nou, ik heb hier al wel de papier van afgehaald. Dat is net even wat je zelf het meest fijne vindt. Ik ga hem nu doen om beide baking vellen eraf te halen. En gebruik hier voor je pincet. Ik heb zelf een hoekpincet, vind ik het meest makkelijke. En die gebruik ik met de punt omhoog. En ik zet hem in de hoek. En dan laat ik mijn pincet los. Dus ik laat hem openklappen. En dan hou ik hem met mijn vinger hou ik hem tegen. En dan wrijf ik hem aan. Dan zie je dat je papiertje uitsteekt. Nou, dan kunnen we zeggen, we knippen dit af. Gaat er niet mooier op worden? Ik doe dat met de mes. Mijn papier zit aan de binnenkant. Dus als ik nu van buiten naar binnen ga snijden, fout die dubbel. Dat willen we niet hebben. We willen juist dat hij gelijk met de bovenrand komt. Dus wat doe ik? Ik hou mijn mes schuin, want daar gaat mijn papier heen. En ik trek hem naar buiten toe. En als je dat doet, dus eigenlijk in dit geval naar je toe, gaat hij omvallen. Krijg je dit. Het is jammer, ik zit net buiten beeld, dus ik moet soms er nog een keer. En dit hoekje, die keer eraf trekken. Nou zie ik dat hij hier ook overlapt. Een klein stukje. Nee. Is niet de bedoeling, hij moet echt weg. Anders krijgen we een probleem straks. Dus ook dat. Je snijdt eigenlijk naar de andere kant toe dan waar hij zit. Oké, er komt weer een, van de dame even een berichtje naar binnen. Dus ik ga even kijken wat er staat. Even kijken, nu is het weg en ik heb niets bijzonders gedaan. Nee, ik ook niet. Sterker, ik ben gewoon doorgegaan. Dus ik denk dat het filmpje is afgelopen. Nou, raar hè? Maar het gebeurt wel vaker hoor. Als je toevallig net aan je muis zit en je hebt je muis op een bepaald beeldpunt zitten, dan gaat die scrollen en dan krijg je dat. Dan kan je weinig aan veranderen. Maar gek hè? Maar ik snap dat dat heel erg irritant kan zijn. Zeker weten. Oké, dan gaan we weer. Hi Champagne. We vouwen de strip weer naar binnen. Of eigenlijk naar buiten. Plakranden naar buiten. Ik gebruik nu gewoon een hele strip. Ik zal deze doen. In dit geval kan ik hem met mijn handen vasthouden. Ga eens terug. Dank je. Niet hard aandrukken als je nagels hebt. En dan ga ik hem nog een keer snijden. En dan hoop ik dat ik nu in beeld zit. Ik zal deze eventjes korter knippen. Is misschien voor jullie wat handiger te zien. Zo. Strip zit aan de binnenkant. Dus ik snij naar buiten. En dat doe ik ook aan die kant. En in dit geval snij ik hem er helemaal af. Blijft hij hangen in het hoekje. Trek je hem naar buiten toe weg. En zo doe je alle vier de hoeken. En dan zit je de doos toch behoorlijk stevig. Ik zeg het al eerder, hè? Ik ben linkshandig, dus ik ben nog wel eens op een rare manier bezig.
De binnenkanten, die moeten we ook weer even aanwrijven. Wat ik zelf ook wel prettig vind, omdat die voor mij, nou, het is een hele oude, dus joh, dat is allemaal oude plak van de tape. Maar hij loopt ook niet helemaal vlak, hij is rond. En daar bedoel ik niet mee zo rond, maar hij loopt even overdreven zo. En dat is niet altijd handig. Wat ik ook eens doe, is de achterkant pakken van mijn pincet. En die dan de kleine strookjes echt goed vastdrukken op, in de hoeken. Zo. En met de bandfolder kan je een bel. Oh, hier moet ik uitkijken, want dat was mijn nagel erheen gegaan. Daar zien we niet veel meer van terug. Even de zijkant er nog goed vastzetten. Voilà, dit is één deel. Nu gaan we de afwerking nog doen. En de afwerking die is weer als volgt. We pakken een grote strip. En dan leggen we hem op. En dan zorg je dat deze mag wel iets aan de buitenkant zitten. Of op de rand, maar niet eronder. Te veel kan je weghalen, te weinig kan je er, nou ja, praktisch niet aanplakken. Zo, net haren knippen. Strip laten we zitten. Even kijken hoor, nee, ik heb toch nog grote nodig. 1, 2, 3. Nou, daarvoor zei ik ook, we maken minimaal 20 strips. Ik denk zelfs dat ik het niet eens ga rennen met 20. Ik niet, want mijn andere strips heb ik kleiner gemaakt dan 9 inch. Hoi Sylvia. En deze. Nou, voor degene die het niet de eerste keer is die dit volgt, die weet dus ook wat we nu gaan doen. We gaan de hoeken bekleden. Eerst ga ik de randen even goed aanwrijven. De rand naar buiten. En dat is puur om mezelf het makkelijk te maken. Dames, willen jullie nou niet lekker over taart gaan zitten hebben daar op de chat? Wat voor taart hebben we? Dat is ook niet eerlijk. Dan gaan ze het gewoon een beetje over taart hebben. Sterker, ik heb gewoon een droog biscuitje hier liggen en nog niet eens aangeraakt. Oh, kippensoep vind ik ook wel lekker. Slagroom, ja. Oké, schuif me door. Oké, vier randen. Halen we de tape vanaf. Wat gaan we nu doen? Als we dit omgevouwen. Ik neem een bakje mee. Ik pak die even. Als we dit omgevouwen, dan komt dit stukje van de tape hierop. Dus dan blijft alles in zijn geheel staan. Nou kan je zeggen, ik vouw hem alsnog om en ik snij hem in, met gevolg dat je verkeerd snijdt. Je kan ook zeggen, ik knip er vleugeltjes aan of flapjes aan. En die flapjes die knip je zo ver door. Nou ja, dan krijg je karton, dus kan je niet verder. Maar tot die eigenlijk bewijzen hier recht loopt. Dus het zijn flapjes van 2 mm. En die heb je nodig om de hoeken te bekleden. En dat doe je aan 4 zijden. Of eigenlijk aan alle 4 de hoeken. Waarom doen we dat? We gaan spelen met verfjes of met inkjes. Hè? Dat is je eigen keus. En grijs bord
of kraftbord neemt vreselijk veel vocht op. En als dit vocht opneemt, dan gaat het net als wat je hebt met spaanplaat. Het zet uit en dan valt het uit elkaar. Nou, dat wil je niet. Kraftpapier, dus dan hebben we het over dit papier zelf, kan heel veel vocht verdragen. Pak maar eens een keertje wat inkt en kleur het is. Kijk eens wat het gaat doen. Vooral als je een goudtint hebt, geeft het een vreselijk gaaf effect. Wat ik vaak doe met kleuren is gewoon verf de Allegro van Stopperia. En die maak ik gewoon een stuk dunner met water en dat smeer je eroverheen. Pak de brons en de goud en de zilver of een metallic kleur. En je maakt hem heel dun van kleur. En dan gaat het gewoon shinen. Ik zie een boos gezichtje. Nou, jammer. Oké, volgende. De hoekjes. Flapje hier. Even kijken. Of ben ik in beeld? En een flapje daar. Ik doe één flapje zo. En dan doe ik het andere flapje er overheen, kruislinks. En dan kom ik zo meteen dichter in het beeld. Dan krijg je dus dit. Nog een keertje. Kijken of het me lukt om vast te houden. Eén flapje. Zet ik zo. En het andere flapje kruis ik eroverheen. De hoekjes, hier zie je nog een beetje ruimte zitten. Die halen we straks weg. En dit zetten we hier overheen. En dat doen we ook bij de laatste. En zo ver kan mijn arm niet draaien. Geloof me, ik ben hem aan het doen. Zet hem eroverheen. Ja, ik weet ook over wie die is en waarom. En die dame is ook offline. Ja, ik kan er niks aan doen dat zijn stemmetjes hoort. Helaas, het is niet anders. Volgende keer beter. Goed, de hoekjes zijn nu ingepakt. Nu gaan we de randen rechtop zetten weer. En die kan je al een klein beetje volvormen door met je vinger over de buitenrand te gaan. Nou, of je nou begint met de lange kanten of met de korte kanten, dat maakt niet uit. Ik doe hem zo. En dan druk ik hem aan. En dat doe ik ook aan deze kant. Ik zet hem er eerst op. En nou is het boze gezichtje weg. Kijk, dat vind ik toch gezelliger. En dan de andere kant. Nou is hij ingepakt. Nou moeten we alleen voor zorgen dat hij ook niet meer loslaat. Kijk, want hij zit hier natuurlijk nog niet zo goed. Even met je boomfolder eroverheen. Alle luchtbubbeltjes, want hier zie je een luchtbubbeltje en wat kreukjes. Kreukjes mag, maar maak ze een beetje scherper. En dan deze. En dan zetten we hem plat en dan doe ik alleen even mijn boomfolder over de rand. Want omdat je met tape werkt, zit hier ook lijmlaagje. En die druk je nu mooi in je karton. Dan is dit één deel van de box. En nu gaan we er exact nog zo eentje maken. Alleen dan ga ik minder kletsen. Dus mogen jullie lekker gekletsen.
Tuurlijk gaat het je lukken. Maar we zijn er nog niet voor vandaag, hè? Weet je, dit is eigenlijk nog steeds alleen maar basis. Raar, hè? Kijk, en nou doe ik hem al zo. Hoef ik dat zometeen niet te doen als hij in elkaar zit. Zo. Oh, Patrice, vertel mij wat. Jij hebt een shop. Ik zou zeggen, ga er naar op zoek. Ik zou nog iets doen deze week, weet jij nog? Dat zou ik ook nog filmen. When? Oh. Ik weet het gewoon echt niet. Ik wil het echt zo graag. Wat is dat nou weer? Hij is super scheef deze. Even kijken hoor. Krijg ik hem er nog af? Ja, maar niet zoals ik hem wil. Als je nou dit hebt. Kijk, hier zit nou een hoop papier op. Nou, die is eigenlijk niet bruikbaar, dus ik knip die strip eraf. Het gebeurt namelijk wel eens dat je bepaalde dingetjes moet wegwerken, omdat er nog een streepje karton zichtbaar is, omdat je tapeje te kort was, omdat, nou, verzin het eens, het vastplakken van je kraftsheet. Dat doe ik met deze enkelzijdige tapeje. Deze komt even opnieuw. Nou, blijf van de gang. Ja, het voordeel is, als je dit al meteen doet, het scheelt gewoon zometeen heel veel. Ja, precies. Ik heb een grote verpakking. Ik wil meteen een hele voorraad. Of extra dagen in de week of zo, weet je wel. En dan vooral de weekenden. Ach, ook zo'n dingetje. Die gaan altijd zo snel voorbij. Weekenden en vakanties. Denk ik wel zo, nou, En dan zei ik toevallig gisteren nog tegen John. Nou, ik weet het niet hoor. Maar en in het weekend kracht ik nog minder dan door de week. Ja, kijk, zie je. En dat is dus bij mij dus die hele rij geweest. Die heb ik dus een beetje scheef geplakt. Heel handig, maar niet heus. Die krijg ik er nu niet meer af zonder mijn karton te bewegen. Kijk, en dan zou dit een goede wezen dat je zegt van, oh, daar doe ik even een enkele strip op. Ik zal het even laten zien. Als het klaar is en het stoort me, dan zet ik hem er even op. Goed. Oh, dan krijg je natuurlijk dat, omdat hij ruimte maakt hier. Kijk, ik doe het natuurlijk wel op een ietsje andere manier dan ik het jullie uitleg. Want dit werkt voor mij gewoon veel sneller. Jullie doen dat dus gewoon braaf plankje voor plankje.
Ja, en weet je, anders zou je eens bij... God weet je, nou bij Giovanni moet vragen of het gemaakt kan worden. Of we dat kunnen realiseren. Dat zou ook wel heel fijn zijn. Even kijken hoor, ik heb net de bestelling reispapier binnen. Wil nu mijn ledemaat geverven? Huh, je ledemaat geverven? En wil je nu je ledemaat gaan verven? Je ledemaat. Volgens mij zijn dat armen en benen. Volgens mij heb jij een autocorrect aanstaan. Wat wil jij geverven? Ladekast. Ah, oké. Okay. Lang leven auto. Autocorrect. Oh joh, af en toe krijg ik over die leuke woorden eruit. Weet je, denk van, nou, slaat helemaal nergens op. Dan hoor ik Patricia zeggen, ja, nou, daar snap ik er helemaal niks meer van. Nou, kan ik voorstellen, ik ook niet. Geniaal. Ach, chips, zie je? Dan ben ik het zo snel aan het doen, dan vergeet ik wat. Ik vergeet wat, ik moet hem nog eventjes aftekenen. Ik was zo lekker bezig, nu zit ik niet op te letten. De ledematen. Oké. Okay. Vind het wel leuk hoor. Een blauwe arm, groene arm, gele arm, reispapieren dingetjes. Vroeger had ik een geo. Ja. De een verft de ledematen, de andere hakt de vinger eraf. Oh, dat gaat goed. Ja, nou wat je gelijk hebt. En Enzio zegt het ook vaak. Mam, zet het nou uit. Maar, joh, hoe zet ik dat zoiets uit? Ik ben veel te blond voor, echt. Het is over Enzio gesproken, het is tijd. Even kijken of ik zo de aandacht van mijn hubby kan tikken. Nee. Kan ik wat naar zijn hoofd gooien? Ik ben aan het wapperen nu met een stukje hout. En dat niet. Dus ga ik niet schrikken. Ik ga wat gooien. Ja. Bijna achter. Ik zit hier ook. Ik zit hier te wapperen en alles. Ja. Oh, sorry. Dat wist ik niet. Even brullen en dan... NGO. 8 uur. We hebben er hier eentje, die heeft reispapier binnengekregen en die ging de ledematen verven en beplakken. Huh? Ja, precies. Ik zat ook wel, de ledematen. Lang leven autocorrect, het was een ladekast. Oh. Ik zei al, de een die verft en beplakt de ledematen, de ander snuit ze eraf. Nou, nee, die gooide ik naar papa toe. Nee, die mag weer terug. Dat was om jou te roepen. Dankjewel. Ja, ik kan even niet aanpakken. Anders verschuift hij. Yes, thank you. Een probleem. Nou, maar ik denk dat hij niet zo meer aan heeft. Ja, het zou leuk zijn. Ik ben bang voor niet. Ik denk het niet. En ik weet eigenlijk ook wel waarom niet. Maar goed, dan lees je het. Even hele fijne avond. Ja, ja. Ik ben er hoor, Nicky. Geniaal.
Oké, ik dacht inderdaad dat dat de reden was. Deze zit nog niet strak hoor. Die moet nog even aangevreven worden. Deze nog even doen. Fijne avond, Patrice. Oh, lekker. Nou, weet je waar ik zin in heb? In dropjes. Wat zeg jij, Enzo? Tosti hamkaas. Tosti hamkaas. Komt hij weer aan? Oké. Okay. Heel, heb je er zin in? Ja. Ja, dat kan. Ik zit in vakantie. Ja, nou, dat wil ik ook, op vakantie. Je bent net uit vakantie, maar oké. Okay. Ja, meteen alweer zien in vakantie. Oké, ik ga eerst de buitenkant doen en dan de hele boel vastzetten. Of aanwrijven. Schrik me rotste jij nee naar achter me. Nou, nou is wel bedtijd. Ja. Yes. Tussen. Mwah. Tot morgen, Pik. Tot morgen, ma. Au. Lekker slapen. Au. Niet ouwe, je gaat gewoon naar school. Ja. Oh. Ja, nou ja, jij kruipt hier tussen. Tot zondag, Sylvia. Hij is gedrukt. Fijne avond. Is die gedaan? Nou, gaat goed. Testje? Prima. Weer een testje? Ik heb er weer 6 liggen hoor. Een schoen. Een schoen. Dat morgen hem op. Nee, hoeft niet. Ja. Doe. Even kijken. Heb ik nog wat kleinere stukken? Want... vind ik zelf ook wel af en toe een beetje prettig. Want ik blijf altijd heel veel met restjes hangen. Nou, zo maar. Ja, die heb ik toch al, joh. Daar heb ik zin in. En dan neem ik niet eens altijd de dubbel zouten of zo, hoor. Maar gewoon de katjes. Ik ben verslaafd aan katjesdrop. Stom, hè?
Ik ook. Ook verslaafd van katjesdropjes. Ik zit lekker buiten beeld weer te werken. En dan heb je nog twee soorten. De Limburgse en nou ja, ik noem dan de Siameesjes. Ach, ik hou er zo van. Ja, die vind ik weer te zoet. Ik ben niet zo in en in van de zoete. Ja, zou je niet zeggen, hè? Ik ben al zoetjes van mezelf. Maar dropjes, het is bij mij echt wel een hele lelijke verslaving, hoor. Toen ik werkte vroeger bij, bij Blokker. Ik kan er weinig omheen draaien. En dan had ik af en toe, stond ik achter de kassa te trillen. Leek wel een of andere afkickjunk. En dan zei mijn chef op een deur van, loop maar even naar de buren. Wij hadden kruidvat naast ons staan. En dan moest ik gewoon dropjes halen. En dan propte ik er onderweg van de kruidvat terug naar mijn werk al een paar in mijn mond. En dat was weg. Ik heb echt een dropjesverslaving. Het is nu niet zo heel erg meer. Toen had ik het echt bijna wekelijks wel. Maar ik heb nog wel eens als ik een tijdje geen dropjes heb. Oh man, alsjeblieft. Dan kan ik er wel een moord voor doen. Er zit een bepaald spul in. En op een of andere manier ja, werkt dat heel erg bij mijn aan een verslavingsiets, denk ik. Maar er zit gewoon een katjesdrop, een lekkere, ja, wat is het? Een beetje laulierachtige, zoetige, laulierachtige smaak. Daar ben ik ook vrolijk van. Dus toen we vandaag langs de bakker, of naar de bakker gingen, toen zei Charentie, kijk man, die Charmaine, ja, die had ik al gezien. Ik wist alweer hoe laat het was, want mijn dochter is een vreselijke snoeier. Die houdt dus echt gewoon van alles wat zoet is. En ik ben meer eigenlijk van de hartige. Ik ga liever de chippy, de snoepje, op dropjes na. Nou, dat. Kan er weinig aan veranderen. Oké, die is nu beplakt. Moet alleen nog de kant doen. Dus ik ga hem nu eerst eventjes aanwrijven. Even alles vastzetten. Nou, dan zie je, doe ik dit eventjes in een 10 minuten. Nou, bij die andere zijn we dus 3 kwartier bezig. Met uitleg. Maar zo snel gaat dat dus. Hier ook. Zie je dus die strip die scheef zat. Nou, hij zit gelukkig aan de binnenkant. Even kijken hoor, deze moet zo. Dus ik zal daar even een enkele overheen plakken. En waar ben jij? Want ik zag dat jij aan het vallen was. Ja. Dan zei ik aan het begin van de uitzending, ik zet mijn prullenbak even aan de andere kant. Waar zit hij nou? Ja. Want dan maak ik niet zoveel troep. Nou nee, het is nog niet eens de suiker. Natuurlijk zit de suiker in drop, maar het is wat anders wat het is. Ik weet niet, de katjesdrop heb gewoon een hele aparte smaak. En het is gewoon die smaak die ik er vreselijk mis. Stom, hè? Nou, gewoon heel raar. Oké, wat ik doe, ik zet hem op zijn kant. En ik heb een ezelsoortje aan mijn tapeje gemaakt. Want dan kan ik hem nog een beetje mannen. En dan ga ik hem er tegenaan zetten. En dan maar hopen dat je goed uitkomt. Dus het is een beetje kijken. En nou, hier zit hij nou goed. En dan is het gewoon een mooie brede rand. Nou, de bovenkant nog. Sorry. Nou, ik zat ook al... Nee. Ik roep geen Johnny, maar sorry. Oh jee, hij denkt... Nou, hoort hij me. Ik zat ook al te denken, van, zal ik de zak die ik gehaald heb maar naast me neerzetten? Nou, dat klinkt wel allemaal heel erg raar wat je nu zegt.
Dat had ik vanmorgen dus wel last van op de, bij de kruidvat. Toen was ik voor scheerapparaatkoppen aan het kijken. En dat vrouwtje kijkt me op een uur aan. Ik zeg, ja, zeg maar niks. Het is vroeg. Maar toen hadden we het ook weer over iets. En dat kwam er weer zo heerlijk dubbelzinnig uit. En zelfs die cashier, die moest vreselijk lachen. En de chef die hoorde het ook. Dus ik had meteen een rode kop. Maar ja, als het gaat hebben over scheerapparaten met batterijen, dan trilt de kop. Ja, sorry. Dan moet ik toch wel even lachen. Dus, ah ja. Heel. Wat is dat dan? Dat zijn, ja, is ook drop, toch? Dat zijn die zachte. Glycerine. Niet uit te spreken. Ja, en zal dat het zijn wat zo'n verslavend werkje? Ik dacht eerst het Arabische gom, maar dat is het niet. Hé, hey Ingrid! Ik zit al de... Nou, ik denk... Auw! Oké. Okay. Die strips zijn gevaarlijk. Ze vallen Jan. Ik zit eigenlijk al een paar dagen van... Ik zal je even appen, maar ik kom er gewoon niet aan toe. Dingetje met tijd, daar hadden we het toevallig nog over. Met een lekkere vulling. Drop met een vulling, oké. Okay. Of is ze, zeg maar, met zo'n witte of roze of zo vulling erin. Net als dat je die ronde, ja, wat zijn het, van die rolletjes. Dat vind ik ook zo zoet. Koekel zegt dat. Ja, ik vind het prima, koekel zegt zoveel. Volgens mij dat ze het zelf nog uit kan spreken is ook een dingetje. Deze is wel heel erg groot. Oh. Ja, sorry Ingrid, het is schandalig. Maar ja, jij appt ook helemaal niet. Nee hoor, ik heb echt momenteel dat ik denk van nou, dat ik nog tijd heb om te ademen. Dat is om een dingetje. En als ik dan even een uurtje tijd heb, of tijd vrij maak, ga ik even naar mijn ouders een bakje doen, want die zie ik ook veel te weinig. Niet dat ik dat altijd heel erg vind, maar af en toe moet je toch eens even kijken hoe het met ze gaat, toch? Oké, ja, nee, dan heb je ook geen tijd. Nou, dat bedoel ik. Ouders, hè. Daar moet je achteraf tijd voor maken. Goed, alles strak. Die hadden we gedaan. Nou, dan pak ik er nu gewoon één. Dat maakt niet uit welke. Nee, ik pak ze nog niet. Dan hebben wij... Ik haal hem er wel even bij. De strips. Hier moet ik er twee van hebben. Juist. De strips. Deze strips, die gaan wij inpakken. Maar dan moeten we eerst zeker weten dat we de goede maat hebben. Dus we gaan deze
aan de binnenkant van de deksel, want dit wordt een deksel, nee, is niet waar, dit wordt de bodem. Gaan we hem afmeten, weer van hoek tot hoek. En dit is de 1 mm karton. En je ziet ook, ik heb van 1 mm grijs bordkarton. En als je hier al een fractie, dankjewel, kleiner zit, is dat niet zo heel erg erg, want hij wordt ingepakt. Dus wat je kan doen, kijk of ik hem zo kan tekenen uit de losse hand, zo, want anders zien jullie niks. Is hem niet op de lijn, maar net de binnenkant van de lijn knippen. Zo. Dan past hij als het goed is heel makkelijk erin. En dan heeft hij een heel, kijk, een heel klein stukje ruimte. En die ruimte is misschien, nou, 1/16, oftewel een millimeter. Datzelfde ga je ook doen met deze stripjes. Nou hoef je hier ook niet te zeggen van, ik ga hier ook de, ja, zing het eens. Aanvinken, welke wat is, dat is niet belangrijk. Wat wel belangrijk is, is tot hier aan één kant wordt afgerond. Dus we gaan hem eerst op maat maken. En nou komt het niet op een millimeter, hoor. En zeker bij deze dingen niet. Nee, en dan. Nee. En die knip ik eraf. En die knip ik er ook af. En die meet ik eigenlijk gewoon uit. Nee, die is niet in de shop, Nikki. Maar ik mag voor een andere winkel mag ik geen reclame maken op de groep, wat logisch is. En ik zeg er ook altijd bij, dat is hetzelfde met boekbindlinnen. Dat verkoopt Patricia helaas ook nog niet. Van, heb je het nodig en wil je een link, geef me na een live, dat heb ik ook voor de laatste live ook nog gezegd, geef me even een appie en dan stuur ik je de link waar ik het vandaan haal. Nou, wat je nu moet doen, is deze moet er rond. Nou, we weten de maat, hè? Dus we moeten iets hebben of... Ik kan ook zeggen, ik pak gewoon een lijnpotje of ik pak de dop van dit lijnpotje. Dan kan ik goed kijken. En dan doe ik hem vanaf de punt. Zo, teken ik hem af. En dit knip ik dan bij. En ik, ook hier ook knip ik hem net aan de binnenkant van de lijn. Nou, we willen natuurlijk wel twee dezelfde, dus ik teken hem hier weer op af. En op deze manier maak het je eigen heel makkelijk. Want je kan makkelijker zo tekenen dan weer exact dezelfde dop erop te gebruiken. En dan deze. En ook deze knip je aan de binnenkant van de rand, van de getekende lijn. En dan hebben we twee zijkantjes. En die zijkantjes zijn even groot. Nou, zo snij ik momenteel ook. Dus ik snij een plankje van... Wat zei ik dan? Ik knip het toch af? Wat zei ik verkeerd? Hoe doe je dat? Wat doe ik wat? Oké. Ik knip bijvoorbeeld een plankje van 4x3... En of die knip ik niet, die snij ik. Bijknip, oh ja. Oh jongens, ze zijn zo lekker gevat vandaag weer. En hetzelfde plankje gebruik ik dan ook om de volgende en die daarop en die daarop en dan daarop te doen. Zo zijn je plankjes. Is het eerste plankje scheef, zijn al je plankjes scheef, maar dan past het wel. Oké, deze twee en deze, die gaan we inpakken met kraft. Ik heb hier een stukje liggen. En ik knip hem een stukje groter af.
Deze zet ik in de tape. Vroeger had ik hier een rolletje liggen. Ja, nog. We doen natuurlijk hem plakken op de glanslaag. Zo. Nou, dan knippen we hem ruim uit. En ik vouw hem voorzichtig op papier vast terug. Dat roze ding is geweldig. Met dank aan Ingrid. Want daar heb ik hem van gehad. En als ik nu ga bekleden. Kijk, pakt hij in één keer. Ik vind het echt een ideaal dingetje. Het is even wennen aan het begin. Want daar heb ik er altijd ruzie mee. Ingrid houdt hem ook gewoon de hele tijd tussen de vingers. Nou, dat kan ik dus niet. Op een of andere manier werkt dat niet helemaal super. Zo of zo houdt ze dat de hele tijd. Maar dan mis ik dus mijn vingers. Hier zie je nog een randje, want je hebt hem met de hand afgeknipt. Nu kan je zeggen, ik tape hem en ik denk dat ik dat ook ga doen. Dat ik er gewoon een tape onder ga zetten. Want hij moet straks bevestigd worden aan de binnenkant van de doos. Dus dan zie je niks meer van dat tapeje. En dit is nu dubbel. En dat is te veel. Dus wat ik doe, ik knip de hoeken, de zijkant open. Ik knip er een, wat zeg, noemen ze dat, een engeltje of zo aan. En dan deze toplaag, dus aan de kant van de tape, knip ik weg. Zodat deze zometeen zo eroverheen geplakt kan worden. Wil je dat nou makkelijker doen? Knip je gewoon meteen een engeltje. Maar dan moet je wel zeker weten dat het je goed zit. Toplaag knip je weg. En die kan er overheen. Dus die doen we zo. Dan kun je hem vastplakken. Nou, tape zit er al. Tape zit hier ook nog. Je kan hem nog zeggen, ik doe er een klein beetje tape tussen. Dat doe ik ook. Hi Emma. Klein beetje tape. Klein beetje lijm. Ik pak even nou de gel. En ik zei het van de week al. Hij heeft een behoorlijke kleeflaag. Gelukkig droogt hij niet in één keer. Maar je ziet dus dat hij echt wel heel stevig droogt. Goed droogt. Het duurt alleen iets langer. Dan de extra forte. En dat heeft zijn voordelen. Met papier vooral. Nou, dat is één strip. Dit gaat weg. Even de troepjes opruimen. Dit mag even allemaal aan de kant. Dan pakken we de designrollen. En die bevat allemaal leuke streepjes. Nou, dat is gezellig.
Maar niet alleen gezellig, maar ook heel handig. We moeten nu hebben een voorkant, een achterkant en twee zijkanten. Dat lijkt me logisch. De voorkant doen we namelijk helemaal niks aan. De zijkanten en de achterkant daartegen wel. Ik zet de rand, of deze rand, zet ik dit streepje op. Ik teken hem af. En dat doe ik ook aan deze kant. En ik doe dat aan één lange kant. En dat doe je dus aan twee kanten van je oppervlakte. Ja, dat heb ik ook gebruikt. Maar dit werkt toch nog prettiger. Omdat de randen hier zijn, scherp. Ze zijn scherp. Het is inderdaad licht. Nou, precies wat Ingrid zegt. Zo. Nou kan ik heel moeilijk gaan zitten doen om die lijn door te trekken, maar dat heb helemaal geen nut. Goed. Deze. Hier heb ik de tape zitten, dus deze kant die doe ik ook in de lijn. Ongeveer de helft. En dan kan je zeggen, ik gebruik hier de forte voor. Kan. Ik pak deze omdat het gewoon even prettiger is momenteel met knijpen. En ik leg hem in de box. En dan kijk ik naar de streepjes. Waar zitten streepjes? Kijk, en dat is het voordeel met deze gel. Ik kan hem nog iets verschuiven. Zo. Ik druk hem aan. En ik zet hem hier even in de klemmen. Want we willen... dat hij... ik moet even mijn voorbeeld kijken. Want nu zit ik even aan iets te denken. Ik begon al te vrezen. Ik denk, doe ik het nou fout? We willen natuurlijk dat hij goed vast gaat zitten. Dus we geven hem even tijd om te drogen. Intussen kunnen we die gaan kleuren. Gaan inpakken. Ik zie hier nog een friemeltje loshangen. Dat willen we niet. Dus die voorzie ik nog even van wat lijm. Ja, die klemmen zijn geweldig. Ik ben al weggegaan voor meer, maar ze zijn er dus niet meer. Deze, dat is een iets ander geval, want ze hebben natuurlijk wat rond. Nou, in eerste instantie gaan we hem gewoon inpakken. Zoals we bio doen. Op de glanskant. En daar zetten we tape. Nou, niet op de glanskant, op het kartonnetje. Waarom doe ik dit met tape? Als ik het nu al in de lijm ga zetten, dan weten we zeker dat die krom gaat. Dan moet je de tape ook niet al te strak aantrekken, want dan zegt hij ook, bloep. Okay, dit halen we er weer af. Nou, dit stukje is eigenlijk hetzelfde als de rechte die we net hebben gedaan. Dubbelvouwen. Deze kant doen we dat ook. En dan nu de truc. Simsalabim. Hier al loopt hij recht. En hier loopt hij recht. Deze knip ik scheef. En dan knip ik hem zo. Zo knip ik hem weg. En dan knip ik hem zo weg. Deze knip ik bij
Ik knip de hoek eraf. Zo, lekker puf. Knip ik hem in. Want we moeten die ronding erin zien te krijgen. Expres lekker fout zeggen. Nu ga ik wel de forte pakken. Oh. Alles is bij mijn glas hier, oh, heel handig. Even kijken hoor, kan ik dat uit de losse hand doen? Jawel. Nou, vouw ik één voor één even de strookjes om. Ik kan het ook zeggen, ik doe het om en om. Nou, ik ben gewoon eigenwijs. Ik doe het nu gewoon zo. Kijk, dan loopt die rond. Hier zetten we weer tape. En bij deze moet je even omdenken dat die met het hier loopt. Gaat er overlap. Ik ga deze iets, ja, het hoeft niet eens iets korter. Ik vind alleen dit tapeje is te lang. Zo, die vouw ik gewoon terug. En ik ga dit randje even van een lijmpje voorzien. En waarom heb ik dat niet gedaan met die andere kant? Nou, die andere kant die komt tegen de achterkant te zitten. Daar ga je niks meer van zien. Maar ook deze ga je wel zien. Dus dit haal ik eraf. Dan druk ik deze rand erin. En dan zet ik hem op zijn plek. Zo. En dan zit hij ook dicht. Die is klaar. En die moeten we nog doen. Nou. Met je nagel, als je die hebt, kan je dat heel goed voelen. En anders met de bovenvolen. En dan doe je het weer hetzelfde als eigenlijk bij die rechter. Die, die. Ik ben even op zoek waar die andere is. Hier. Die eraf. Zo. Oké. Doen we ook nog even met die andere. Even kijken. Oeh, die past niet. Dan heb ik hier nog een hele erge kreukelzone, maar niet dat dat heel veel uitmaakt. Dit is dus echt weer zo'n typische verpakking geweest. Of wat ergens in zat. Ja, het is mooier als je even door de snijmachine haalt. Maar ja. Goed. Tapejes. Tape, tape, tape. Niet buiten beeld werken.
Nou, vind je dit nou heel irritant? Omdat zoals net kon ik hem niet vinden. Kan je ook zeggen, ik doe hem alvast. Zo, hou dan alleen rekening mee dat je de hoeken niet 100% wegknipt. Want anders overlapt hij de hoeken niet meer en nu wel. Nope, niet te hard gooien. Oké, nou, extra scherpe. En zo zijn ze bekleed. Kan die geen kant meer op. Nou, die zit inmiddels vast. Dan gaan we die opplakken, maar ik wil de ronding naar voren hebben. Dus hij komt tegen de achterplaat aan. Ik zal hem even zo zetten, kunnen jullie ook wat zien. En dan net als met deze ga je rekening houden met de lijn die er staat. Nou kun je al zien dat mijn lijn komt niet overheen met die. Dus wat ik nu ga doen, ik ga hem nu niet de lijn aanhouden, ik ga hem bij deze binnenste lijn aanhouden van de achterwand. En dan de voorkant. Even kijken of ik dat kan zien. Ja, komt hij dan op met bij de lijn. Ik ga hem nu wel doen met extra forten. Want ik heb nu niet zo heel veel tijd om hem in de klemmen te zetten. Want hij wordt hierna op zijn kop gezet. Dus de ronding naar boven. Even kijken hoor, dan heb ik ze allebei precies hetzelfde geplakt. Nee, okay. Dus die zet ik hier al gelijk met de achterwand. En deze komt dan gelijk met het streepje. Dan krijg je iets een verruimte of een verspringing. Of, nou ja, je krijgt iets. En dat vind je lelijk, dat weet ik nu al. Maar dat komt goed. Oké, dit drukken we nu wel goed vast. Je plakt inderdaad de helft. Klopt, zit een schaduw in. Ik zal eens kijken of ik een... Als ik deze aanzet, even kijken, kom ik erbij? Ja. Of dat heel erg veel gaat helpen, want je zit in mijn eigen schaduw namelijk. Ja, het helpt wel iets. Maar goed, kijk, dan zie je dus de schaduw van mijn handen. En dan wordt die schaduw alleen donkerder. Je plakt inderdaad de helft, want kijk. Dus hetzelfde doen we aan deze kant. Je ziet ook, het streepje is ook smaller dan het plankje is. In dit geval gaat de ronding die kant op, want hij moet naar voren. En ik lijm dit deel in.
je kan hem nog iets schuiven. En er mogen best wel een beetje kleine plodertjes zijn. Of niet van hele grote blubbers, want dan schiet het overal uit. En dan zet ik hem gelijk aan die. En dan wel met het streepje. Dan moet ik hem even iets draaien, tot ik hem even kan zien. Zo. En ik zet hem hier al aan het streepje. Kijk, dan pak ik gewoon even het beeld van jullie erbij. Ja. En dan druk je hem vast. Nou, dit moet gewoon heel even drogen. Oké. Dan pak ik ondertussen die gel. Even een slok drinken. Mijn stoel die blokkeert. Bah. En dan ga ik eventjes jullie laten bewegen, want ik heb twee grote klemmen hier aan hangen. Kijk, en die wil ik even hebben voor het volgende. Grote schaar heb ik niet meer nodig. Kleine schaar, nou, tot nu toe nog niet. Tape heb ik niet nodig. Ik ga even ruimte maken, dat hij dit had je dus inmiddels. Dit kan even aan de kant. Dit heb ik niet nodig. Mijn bonfolder kan nog wel. En die heb ik niet nodig. Ga ik even mijn beker water pakken met mijn kwast. En mijn platte kwast. Dit is echt wel mijn favoriete kwast. Ik heb hem niet helemaal schoon gekregen meer na het airbrussen van de kist. Dus, maar nou ja. Dat, hij is wel heerlijk zacht inmiddels. En lekker ingewerkt. Ik hou ervan. Oké, het volgende wat we nu moeten doen. Is pakken we de tweede kaft en die leggen we erop. Past dat? Als het goed is, past dat als een trein. Nou zie je hier en daar friemeltjes. Die friemeltjes, die wil je niet. Dus dan pak ik een schaartje. En wil jij dat doen met je grote schaar, moet je dat helemaal zelf weten. Ik doe dat even met een klein schaartje en ik knip heel even die friemeltjes eraf. Niet dat ze heel veel kwaad kennen, maar het is net eventjes... Even iets nettertjes. Even nettertjes. Nou ja, gaat wel lekker met mij. Even iets netter maken. Hé, waarom komt mijn dochter beneden? Die had al op bed moeten liggen. Ik heb een probleem. Wat? Ik ben 9 tot 10 minuten laat. Ja, ik zit net te vertellen. Zeg, hé, mijn dochter komt beneden. Die had al op bed moeten liggen. Je bent te laat. Ja. Dan ga je er zitten lachen. Ik was vorige keer ook te laat. Ja, klopt. Die lag gisteren ook om 7:10 op bed. Oh, toen was hij stil. Pardon? Hoeveel minuten heb ik dan nog? Nu? Ja. Meer 50? Ja. Nee, hij was gewoon moe gisteren. Hij viel in de bank op slaap. Oh. Hè? Op de bank in slaap. Ja, is goed Ingrid, sorry. Ik ben Jimmy Lieke, dat ook. Oké. Deze gaat er overheen. Dan wordt dit dus ons formaat van de koffer. Nou wil je natuurlijk dat die koffer wel dicht blijft zitten. Dan ga je kijken. Dit is die verdikking. Kijk. En die gaan wij vastzetten. Nou kan het zijn dat je iets speling hebt. Dus dan ga je kijken hoe past jouw koffer het mooiste op elkaar. Want ja, het is handwerk en dat kan iets verschillend zitten. Ik vind die van mij... Nou, er zit eigenlijk geen verschil in. Het is dat hij hier al ietsje duwt. Puur even kijken nou, hè. Het wil wel eens dat het gewoon verschil in zit. Nou, nee, er zit gewoon geen verschil in bij mij. Goed, dan draai ik hem toch iets om. Check, check, 6 keer dubbel check. Nee, oké.
Ik ga hem zo neerzetten. En wat ga ik nou doen? In eerste instantie, want hij gaat natuurlijk steeds wijken, zet ik hem even vast met van die hele grote postelastieken. En ik doe het puur om ze even bij elkaar te houden. Dan doe ik er twee om. Eén aan de onderkant en één aan de bovenkant. Zo, nu zit hier geen speling meer in. Zet hem goed neer, zodat je 100% zeker weet, hij staat stabiel. Als het goed is, heb je een stuk geknipt. En dan zie je, hij is ietsje te groot. Is dat niet heel erg? Ik ga het niet knippen. Ik ga het snijden. En dan zou het gaan om... Nou, 1/8. Nou, ga ik geen 1/8 puntjes knippen of snijden. Ik snij er dan nou iets meer af, misschien 2/8 af. Zodat ik zeker weet dat dat binnen het papier gaat vallen. Want wij gaan dit natuurlijk wel bekleden. Ik denk zelfs dat ik hem nog iets korter knip. Want meestal hebben wij een geschilderde rand. En de rand is zichtbaar. Dus ik ga hem nog iets smaller maken. Nog een keer zo'n 2/8 eraf. Kijk. Dat is beter. Deze, dan kan je kiezen. Wil jij de zwarte kant boven of wil jij de stofkant boven? Mijn ervaring is dat deze kant het beste inlijmt. Aangezien we nu hem gaan gebruiken weer als een scharnier. Ik ben gewoon gek op dit spul, want het is ubersterk. Nou, dat ga ik dat doen. Dus ik ga kijken of het me lukt om hem hiermee te knijpen. En dan doe ik het vooral de rand. Ik knijp me echt helemaal een hoedje. Dus de rand heb ik nu in ieder geval. De Hero vul ik hem even op nu met de gel. Hij krijgt bij mij natuurlijk zometeen droge tijd. Hè? En dan pak ik een klein beetje water. En dat maak ik mijn kwast alleen vochtig. En dat is even voor de rand, om die wat meer... uit te smeren. Niet te veel. Moet uiteraard lijm bevatten. Ondertussen meteen even hier mijn kwast overheen trekken. Zodat het een beetje verdeeld gaat zijn. Als het goed is, heeft hij nou een hele glimmende laag. Nee, hij heeft nog niet helemaal glimmend. Nou moet je opschieten. Anders is de tekkie of de teggy, de weet het alweer droog. De extra forte, nou dat mag niet. Mocht het wel zo zijn, kun je hem wel bijgeven, dat scheelt. Ook nu haal ik hem gewoon weer over de randen heen. En als er een beetje lijm aan de andere kant komt, is dat niet zo'n heel groot probleem, want het wordt bekleed. Oké, hier zit wel lijm, dus even uitkijken. En die leg ik er overheen. Kijk, hier zit wat lijm. Hoeft hij niet exact in het midden. Zo niet. Zo liefst wel. En dan wrijf ik hem aan met een doek. En dan kan ik ondertussen hier ook zorgen dat ze niet gaan wijken. Ik laat hem heel eventjes aan de zijkanten intrekken. Zo. En dan haal ik zo meteen de elastieken eraf. En dan zet ik hem in de klemmen. En zo laat ik hem dan definitief drogen.
Dit maak ik wel schoon. Want anders zit ik alles onder te smeren. Nou, die kan in het water. Die kan op zo staan. En het is al droog. Dus dat schiet lekker op. Nou, dat bedoel ik dus. Het is wel goede snelle lijm. Zo dan. De strook af. Oké. De randen hebben inmiddels de kans gehad om te drogen. En wat u nu gaat doen, is gewoon even heel lastig. Je gaat hem openmaken, maar je houdt die in de gaten. Want je voelt namelijk als je hem openmaakt, dat hij wil gaan wijken. Mag dat? Ja, moet hij zelf weten, maar hij mag niet los van elkaar. Dus ik trek hem terug in model. Je ziet dus, dat is een voordeel met deze lijm. Kijk, want hij blijft nu wel zitten. Zie je dat hij draden gaat trekken. Dat is een teken dat hij wel droog, maar nog niet droog is. En dan zet ik hem in de klemmen. Ik zet hem vooral ook diep in de klem als het even kan. En deze moet als goed is niet ook pakken. Ja, en dan kun je mooi de rand ermee indrukken. En als je dit doet, zorg dat dit en hier gelijk is. Want als jij je eigen kledingkoffer gaat inpakken, dan zit je koffer ook niet scheef, want dan past dat nooit. Deze past net niet. De klem is net iets klein, dus zo vervelend. Ja, wel. Oké. En tot zover dan de eerste aflevering, klinkt ook zo raar. De eerste deel van de koffer. En dan zien jullie zondag een nieuw briefje tegemoet komen met wat we gaan doen. Maar voordat we weggaan, de uitslag. We hadden natuurlijk, we hebben het erover gehad, hè, de nieuwe lijn van Antonis. En die is geweldig. En Patricia had daar een ontzettende leuke winactie in één keer opbedacht. Omdat ik toch zei van, ja, wat zal het worden? Ze zei, oh, vind ik leuk. Nou, Stamperia had hetzelfde overgenomen. Die had ook meteen een winactie gedaan. Of tenminste, meteen de actie gedaan van, wat wordt de titel van? En het was dus Avio. Nou, weet ik de naam niet meer. Nou, iets met Avio. Oftewel, Vagabond gaat naar Amerika. En niemand had die goed. Dus Patricia, de schoondochter, die heeft loodje getrokken. En daar kwam de naam op te staan. Jawel. Daar kwam de naam op te staan. Leuk, hè? Het was stil. Bianca van Noord. Bianca van Noord heeft het prijzenpakketje gewonnen van de nieuwe collectie. Van Sir Vagabond. Bianca, gefeliciteerd. Het filmpje met de trekking staat als het goed is inmiddels op de groep. En Bianca, als je dit ziet. Ik denk dat het even verstandig is als je Patricia even een berichtje stuurt. Dames, ik wens jullie een ontzettende fijne avond. Dank je wel tot zover voor de eerste live van de Treasure. Niet waar, niet van de treasure chest, van de travel chest. Ik zie dat Patricia ineens online komt, want die zal wel zoiets hebben van, hey, we moeten vandaag nog eventjes iets posten. En ik zie jullie heel graag komende zondagavond om 7 uur, hier bij Creative with Scrapbook. Fijne avond, doeg!